De schreeuwen van de artsen weer klonken door het ziekenhuis, terwijl een vrouw beviel. Ze hadden in 100 jaar nog nooit iets dergelijks gezien. Het luide geluid van sirenes brak de stilte van de rustige Italiaanse nacht toen een ambulance door een klein dorp scheurde. Binnenin hield Olivia Rossi haar gezwollen buik vast. Haar gezicht vertoonde pijn, terwijl een andere wee haar trof. Haar man Marco hield haar hand stevig vast, zijn ogen vol bezorgdheid. "Er klopt iets niet," zei Olivia tussen zware ademhalingen. "Het voelt anders, sterker dan het zou moeten zijn." De verpleegkundige keek bezorgd naar zijn partner, terwijl ze zich haastte naar het ziekenhuis. Ze wisten niet dat dit geen gewone bevalling was en hun leven stond op het punt voor altijd te veranderen. Toen ze door de ziekenhuisdeuren stormden, kwam een team van medisch personeel hen tegemoet. Dr. Alessandro Bianchi, de hoofdverloskundige, zag Olivia en beval haar onmiddellijk naar de verloskamer. "Bereid je voor op een noodgeval," zei hij tegen de verpleegsters. Marco worstelde om bij te blijven terwijl ze Olivia door de gang naar de verloskamer rolde. De spanning in de lucht was te snijden en hij had het gevoel dat er iets buitengewoons stond te gebeuren. In de verloskamer werden Olivia's kreten van pijn luider. Het medisch team werkte wanhopig, maar dokter Bianchi zag er verward uit. "De metingen slaan nergens op. Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien," zei hij. Maar hij koos ervoor om zich te concentreren op de situatie en later te onderzoeken. "Duw, Olivia," drong dokter Bianchi aan. "Je baby komt eraan." Met een laatste, enorme inspanning deed Olivia nog een laatste push, gevolgd door het scherpe gehuil van een baby. Dokter Bianchi hield de pasgeborene omhoog, zijn ogen wijd van ongeloof. Het hele medisch team schreeuwde van schok. De huid van de baby leek verpakt te zijn in een plastic laag. "Oh mijn god," fluisterde dokter Bianchi, "in al mijn jaren heb ik nooit iets dergelijks gezien." Marco leunde voorover, zijn hart klopte in zijn keel. "Wat is er aan de hand? Is alles in orde?" Olivia hief haar hoofd op, paniek steeg in haar borst. "Alsjeblieft, laat me mijn baby zien, wat gebeurt er?" Dokter Bianchi wikkelde de pasgeborene voorzichtig in een dekentje, zijn voorhoofd fronsend van bezorgdheid. "Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien," zei hij zachtjes. "We moeten onmiddellijk tests uitvoeren." "Is onze baby oké?" vroeg Olivia, haar stem trillerig. "Je kind lijkt gezond, maar de huidaandoening is uiterst ongebruikelijk," legde dokter Bianchi uit. "We moeten met specialisten overleggen om te begrijpen wat het veroorzaakt." Een verpleegster rolde een wiegje binnen en dokter Bianchi plaatste de baby voorzichtig erin. "We gaan je nu naar een privéruimte brengen," vertelde hij aan Olivia en Marco. "Maak je geen zorgen, we zullen alles doen wat we kunnen om dit uit te zoeken." Terwijl ze door de gang gingen, keken enkele medewerkers nieuwsgierig naar de huid van de pasgeborene. Marco hoorde gefluisterde gesprekken. "Heb je die baby gezien? Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien." Eenmaal in de privéruimte arriveerde een kinderdermatoloog om de baby te onderzoeken. "We moeten verschillende tests uitvoeren," legden ze uit aan de bezorgde ouders. "Dit zou een zeldzame genetische aandoening kunnen zijn, of mogelijk een nieuwe stoornis die we nog niet eerder zijn tegengekomen. Het kan enige tijd duren om antwoorden te krijgen." Olivia en Marco wisselden bezorgde blikken uit. "Maar onze baby zal oké zijn, toch?" vroeg Marco. De dermatoloog glimlachte geruststellend. "De vitale functies van je kind zijn sterk. We zullen het nauwlettend in de gaten houden en alles doen wat we kunnen om de gezondheid en het comfort van je baby te waarborgen, terwijl we verder onderzoeken." Terwijl het medisch team begon met de onderzoeken, hielden Olivia en Marco elkaar dicht vast, geconfronteerd met een onzekere maar hoopvolle toekomst met hun unieke en kostbare pasgeborene. In de komende dagen onderging de baby van Olivia en Marco veel tests. Specialisten uit het hele land kwamen de unieke aandoening van de baby bekijken. Uiteindelijk slaagden ze erin een verklaring te vinden voor de mysterieuze huidlaag die eruit zag als plastic om het kind heen. Dokter Bianchi riep de ouders in zijn kantoor om hun bevindingen te bespreken. Terwijl ze plaatsnamen, handen stevig in elkaar verstrengeld, was de kamer gevuld met anticipatie. "We hebben met genetici, dermatologen en zelfs medische historici gesproken," zei hij. "En we hebben iets fascinerends gevonden. Je baby heeft iets wat collodion-syndroom wordt genoemd. Het gebeurt wanneer het epitrichium, de buitenste laag van de epidermis bij zoogdierembryo's, niet verdwijnt voor de geboorte." Hij haalde een oud medisch tijdschrift tevoorschijn met vergeelde pagina's. "Dit tijdschrift uit 1924 beschrijft een soortgelijk geval. Een baby geboren in Noord-Italië met een huidlaag die eruit zag als plastic folie. De aandoening vervaagde na een paar maanden, maar het was goed gedocumenteerd." Marco leunde voorover, geïntrigeerd. "Dus dit is eerder gebeurd?" Dokter Bianchi knikte enthousiast. "Ja, en er is meer. We hebben sporadische rapporten gevonden van soortgelijke gevallen die teruggaan tot eeuwen geleden. Ongeveer eens in de 100 jaar. Olivia schrok, zich bewust van de ernst van de situatie. "Dit gebeurt eens in de 100 jaar? Is onze baby zo zeldzaam?" "Het lijkt er wel op," bevestigde dokter Bianchi.
De ouders zaten in verbijsterde stilte, het buitengewoon nieuws verwerkend. Wat betekent dit voor de gezondheid van onze baby? Vroeg Olivia haar stemtrillerig. Dr. Bianchi glimlachte geruststellend. Uit wat we hebben gezien in historische gevallen, hebben deze eeuwige kinderen normale, gezonde levens geleid. De huidaandoening vervaagt meestal binnen het eerste jaar, anders moet het behandeld worden met een speciale zalf. We zullen je baby nauwlettend volgen, maar er is geen reden om negatieve gezondheidseffecten te verwachten. Marco kneep in Olivia's hand. Dus ons kind is speciaal maar oké? Precies, knikte dokter Bianchi. Je baby is gezond. Met jullie toestemming zullen we nauw met jullie samenwerken om de beste zorg te bieden en dit opmerkelijke geval te documenteren voor toekomstig medisch onderzoek. Toen ze het kantoor van de dokter verlieten, voelden Olivia en Marco een wervelwind van emoties, opluchting, verwondering en een beetje angst voor de reis die hen te wachten stond. Na de uitleg van dokter Bianchi verbleven Olivia en Marco nog een paar dagen in het ziekenhuis onder observatie. Aangezien er geen onmiddellijke gezondheidsproblemen optraden, besloot het medisch team dat het veilig was voor het gezin om naar huis te gaan. In de weken die volgden pasten ze zich aan het leven als nieuwe ouders, verbaasd over het unieke uiterlijk van hun kind, maar ook alle gebruikelijke vreugde en uitdagingen van het opvoeden van een baby ervarend. Ze noemden hun baby Stella, wat ster betekent, geïnspireerd door haar glanzende huid. Het nieuws over Stella's ongebruikelijke aandoening verspreidde zich en het gezin bevond zich in het middelpunt van intense medische en publieke belangstelling. Dr. Bianchi en het ziekenhuis werkten hard om de privacy van het gezin te beschermen, terwijl ze noodzakelijke medische observatie mogelijk maakten. Onderzoekers wereldwijd wilden Stella bestuderen, maar Olivia en Marco waren voorzichtig om hun kind aan niet te veel onderzoek bloot te stellen. Ze stemden in met gecontroleerde studies in een lokale ziekenhuis, waarbij ze altijd het comfort en welzijn van Stella prioriteit gaven. Naarmate de maanden verstreken, merkten ze subtiele veranderingen in Stella's huid. Het glanzende effect vervaagde geleidelijk, zoals de historische verslagen hadden aangegeven. Tegen de tijd dat ze 6 maanden oud was, was de plasticachtige huidlaag bijna volledig verdwenen. Gedurende deze tijd waardeerden Olivia en Marco elk moment met hun dochter. Ze lazen voor, zongen slaapliedjes en keken in bewondering toe hoe ze normale ontwikkelingsmijlpalen bereikten. Stella's lach was als muziek, haar glimlach helderder dan welke glans dan ook die haar huid ooit had geproduceerd. Toen Stella haar eerste verjaardag naderde, was het vreemde effect op haar huid bijna volledig verdwenen. Het gezin had zich in een routine gezet met minder frequente, maar regelmatige controles bij dokter Bianchi en zijn team. Tijdens hun laatste bezoek aan het ziekenhuis besprak dokter Bianchi de meest recente testresultaten van Stella met Olivia en Marco. Ik ben blij te kunnen melden dat Stella's ontwikkeling normaal blijft vorderen, zei dokter Bianchi, met een tevreden glimlach op zijn gezicht. Haar motorische vaardigheden, taalontwikkeling en cognitieve functies zijn precies op schema voor haar leeftijd. Olivia knikte, opluchting zichtbaar in haar gezicht. Dat is geweldig om te horen. Maar ik kan het niet helpen om me zorgen te maken. Zijn er lange termijn effecten waar we op moeten letten? Dr. Bianchi leunde naar voren, zijn toon geruststellend maar serieus. Op basis van de historische gevallen die we hebben bestudeerd, is er geen aanwijzing voor lange termijn gezondheidsproblemen gerelateerd aan de huidaandoening. We bevinden ons echter nog steeds op relatief onontgonnen terrein. We zullen Stella's voortgang nauwlettend volgen naarmate ze opgroeit. Marco, die tot nu toe stil was geweest, sprak op. Wat is er met haar genetische profiel? Hebben jullie iets nieuws ontdekt over waarom dit elke 100 jaar ongeveer gebeurt? Dr. Bianchi schudde zijn hoofd. We hebben enige vooruitgang geboekt in het identificeren van bepaalde genetische markers die uniek lijken te zijn voor deze eeuwige kinderen, maar we zijn nog ver van het begrijpen van het onderliggende mechanisme. Het is een complexe interactie van genetica en mogelijke omgevingsfactoren die we pas beginnen te ontrafelen. Hij poseerde en voegde eraan toe, we zouden graag jullie controles willen voortzetten en mogelijk meer uitgebreide genetische testen uitvoeren naarmate Stella ouder wordt, met jullie toestemming natuurlijk. Dit zou waardevolle gegevens kunnen opleveren voor toekomstig onderzoek. Olivia en Marco wisselden blikken uit, hun gedachten stilzwijgend communiceren. We moeten nadenken over de aanvullende testen, zei Olivia uiteindelijk, maar we staan open voor het voortzetten van de controles. We willen het beste voor Stella doen en mogelijk andere gezinnen in de toekomst helpen. Op de rit naar huis, met Stella vrolijk babbelend in haar autostoeltje, bespraken Marco en Olivia het bezoek. Het is moeilijk te geloven hoe ver we zijn gekomen, mijmerde Marco. Herinner je hoe bang we waren toen ze werd geboren? Olivia glimlachte, reikend om Stella's wang te strelen. En kijk nu naar haar, gelukkig, gezond en absoluut perfect. Plastic folie, huid of niet? Heb je ooit gehoord van collodion babies? Wat denk je dat de toekomst voor Stella in petto heeft? Deel je gedachten in de reacties en vergeet niet om te liken en te abonneren voor meer ongelofelijke verhalen.